Drupal Jam is een event voor Drupal ontwikkelaars, Drupal gebruikers, klanten zelfs. Mensen die dus in het dagelijks leven veel met Drupal werken. Om kennis te delen, om van elkaar te leren, om elkaar te vertellen over wat er in de markt gebeurt. Een gathering. Ik ben gevraagd om vandaag de opening te doen en die heb ik net gedaan. De kern van het betoog is dat waar ik vanuit mijn vakgebied kijk naar de ontwikkeling in de markt, ontwikkeling van nieuwe organisatievormen, nieuwe businessmodellen, van wat gaat daar goed en wat gaat daar niet goed. De lessen daarvan, hè, denk aan de Airbnb's en de Uber's, waarom groeien die zo snel? De lessen daarvan die heb ik nu vandaag geprojecteerd naar de community van Drupal Jam, dus ik hoop dat ze daarmee een volgende stap kunnen maken. Ik heb vandaag een presentatie gehouden over hoe je design en development kan combineren in één Scrum proces. Mijn belangrijkste boodschap daarbij is dat je een goede voorbereiding doet, dus een goede sprint nul voor je werkelijk aan de slag gaat. De indruk van de Drupal community is dat het er beren gezellig is. Ik heb heel veel goede Drupal vrienden. Je kunt Drupal gebruiken om een webshop te bouwen. Je kunt Drupal gebruiken om een content website te maken. En Drupal is natuurlijk een tool voor webredacteuren om die website zelf te kunnen updaten en te kunnen bijwerken. Belangrijk component van Drupal is dat het volledig open source is. Dus de hele broncode is vrijgegeven op drupal.org. En alle mensen die dus vandaag hier aanwezig zijn, kunnen de code aanpassen, kunnen iets bijdragen, kunnen verbeteringen doorvoeren en kunnen bugs melden op drupal.org. Het is meer dan alleen een stuk code, het is vooral een community waar mensen elkaar vinden en kunnen helpen. En dat is heel, heel bijzonder aan Drupal. Acquia is een bedrijf wat opgericht is door de bedenker van Drupal, Dries Buitaert. En Dries Buitaert is op dit moment nog steeds de CTO van Acquia. En daarmee staat Acquia dichtst bij de Drupal community als commerciële organisatie. Acquia is sponsor van Drupal Jam, omdat wij het erg belangrijk vinden dat community-evenementen als deze plaatsvinden. Dat zorgt ervoor dat de Drupal-adoptie nog groter wordt in de regio. En daarbij nog meer organisaties gebruik kunnen maken van de voordelen die Drupal en het Acquia-platform biedt. Dankjewel Dries. Ja, en waarom sponsoren we dan zo'n evenement? Omdat uiteindelijk Drupal beter wordt van dit soort evenementen. En als je dan het gevoel hebt dat je mooie dingen ermee maakt, dan vind ik, dan moet je dat ook terugbrengen naar de Drupal fanbase die er in Nederland is. Ik ben helemaal blij. Het is fantastisch verlopen vandaag. Vanaf het begin, vanaf de aankomst tot en met het einde. De verzorging bij de fabriek was geweldig. Iedereen is voorzien van eten, drinken, zoveel als die wou volgens mij. De sessies waren fantastisch. We hadden echt een geweldige set aan sprekers. De deelnemers waren en talrijk. Dus we hadden zo'n 350 man die hier geweest zijn. Wat heel erg fantastisch was. En de sfeer was, kon niet beter.